We staan hier bij het hoofdgebouw van Plurijn, waar wij welkom zijn bij het verkiezingsdebat. Tijdens dit verkiezingsdebat komen 5 verschillende thema's aan bod, waaronder WMO-participatie en vervoer. En ja, over die 5 onderwerpen wordt dus gesproken. Laten we eens kijken hoe dat verloopt. Ik vind het heel belangrijk, en dat heb ik net ook gehoord aan de tafel, het gesprek waar ik deel van heb genomen, is dat we moeten praten met de mensen die zelf zorg nodig hebben, die zelf een beperking hebben. Want er wordt te vaak nog gesproken over de mensen en voor mensen gedacht, in plaats van dat we met ze in gesprek gaan. En wat hoopt u dat mensen die naar deze bijeenkomst zijn geweest, wat hoopt u dat die mensen meenemen? Nou, dat willen slechthorenden op lokaal niveau meedoen zoals de gemeente wil, dan moet er nog heel wat gebeuren op het gebied van auditieve toegankelijkheid. Ik heb vanmiddag een thematafel geleid, burger- en cliëntparticipatie. Hebben we een gesprek gehad met aspirant gemeenteraadsleden en met zeg maar ook de kiezer die straks op een partij moet gaan stemmen. En het doel van vanmiddag was dat de kiezers hier aanwezig goed een keuze kunnen maken op welke partij ze straks op 21 maart gaan stemmen. Nou ja, we organiseren het dus samen met verschillende partijen. En je hebt, op deze manier heb je verschillende doelgroepen in beeld en die allemaal hun zorgen kunnen uitspreken. Vandaag hebben we 5 thematafels waarbij we ook hebben gezegd van iedereen moet in de gelegenheid zijn om mee te praten. We hopen de politici natuurlijk te overtuigen dat ze echt iets moeten doen met die problemen, dat ze die moeten aanpakken. En daarbij hebben we ook nog het VN-verdrag. Er staan heel veel zaken in die voor iedereen van belang zijn. Maar voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend. En daarom is dat VN-verdrag ook gemaakt.